Lieve luisteraars en natuurlijk kijkers, welkom bij deze podcast Wat kan er nou gebeuren? We hebben een aantal pogingen gedaan om een podcast op te zetten. Nou ja, dit is denk ik toch de meest professionele manier. En nou, hier zijn we dan. Wat kan er nou gebeuren? Met mijn sidekick, maar ook mijn gast. Want ik heb geen gast, dus ik denk, weet je wel, je bent en de sidekick. Maar je bent ook de gast. Reda Saleh. Reda Saleh, welkom. Dankjewel. Ik hoop dat dit een betere setting is dan die andere twee die we hebben gedaan. Dat was gewoon echt knudden, die andere. Dat was knudden. Maar goed, we moeten ergens over. Ja, we moeten ergens beginnen. Ja. Dit is een leuke setting. We zitten wel ver van elkaar af. Ja, en is maar goed ook. Ja, is dat nog? Ja, we zijn erg blij, dames en heren, dat we hier zitten nu in, ja, op deze locatie. Met natuurlijk ja, de menige sponsoren die dit allemaal ja, mogelijk hebben gemaakt. En natuurlijk alle jongens die hier vrijwillig aan meewerken. En het bord wat we hebben laten maken. Reda, kan jij lezen wat er staat? Wat kan er nou gebeuren? Ja, nou, daar ga je al. Ja, er moet staan, wat kan er nou gebeuren? Ja. Maar dat is een klein blaasfoutje. Dat wordt geregeld door onze, hoe heet het ook weer dat bedrijf? Neon Vitage. Oh ja, dat is ook een sponsor, hè? Ja, maar daar hebben we dit bord aan te danken. Daar zijn we heel erg blij mee. Jullie komen het nog wel repareren, hoop ik. Want niet iedereen kan lezen wat er staat. Maar goed, wat kan er nou gebeuren? Reda, waar kan het nou gebeuren over? Nou, het gaat over bijzondere verhalen van mensen. Dingen die ze hebben meegemaakt. Dingen die ze onderschat hebben. Dingen die ze... Eruit. Ja, dit kunnen we knippen, hè? Ja, dat is het grappig hieraan. Ja. We kunnen gewoon alles eruit knippen. Dus als ik zeg, oh fuck, dan knippen ze dat eruit. Of niet, ze laten dit erin. Is ook leuk. Ja. Nee, bagatelliseren. Weet je, gewoon bijzondere verhalen van mensen. Hoe ze uit bijzondere situaties zijn gekomen. En, ja, hoe ze en dat allemaal te maken hebben met in herstel zijn of drugs hebben gebruikt. Ja. Want ja, daar kennen wij elkaar van natuurlijk. Hè? Wij, voor de kijkers die het nog niet weten en voor de luisteraars, ik en Reda, wij zijn compagnons in een bedrijf. We hebben een verslavingskliniek, een dagbehandeling in Abcoude, om toch maar even reclame te maken. Recovery heet dat, recovery mental health care. En, maar daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan het nu eigenlijk over ons hebben, om ons een beetje voor te stellen in deze podcast. Aan de luisteraar die nu luistert. En natuurlijk de kijker. Want dit kun je ook volgen via YouTube kanaal. En hoe dat werkt weet ik nog niet. Maar misschien als ik zo doe. Dat er dan nu een naam komt van de YouTube kanaal. Moet je even zeggen genoeg? Genoeg. Ja, oké. Nou, dan hebben ze dat. Reda, om even met jou te beginnen. Stel je misschien even voor. Ja, ik ben Reda. Ik ben 46 jaar. Zou je niet zeggen, je ziet er goed uit. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ga door, sorry. 46 jaar, woont in Amsterdam, geboren in Amsterdam. Mijn vader komt uit Jemen, mijn moeder uit Casablanca. En een prachtige dochter van 15. Kindje op komst, zoontje. Mooi. Daar ben ik heel erg blij om. Ja. En ik zit eigenlijk zo een beetje. Ik heb een bewogen verleden achter de rug. Heel diep gegaan. Ik zit echt heel erg diep. Vaak. Ik ben heel jong begonnen met drugs gebruiken, gokken. Ja, alles maar wat mij van mezelf verwijderde. Ik wou niet voelen. En ja, dat heeft mij op hele donkere plekken gebracht. Het heeft heel veel van me afgenomen. Ik heb heel veel mensen pijn gedaan. Ik heb heel veel mensen tot wanhoop gedreven. Maar uiteindelijk heb ik toch mijn pad gevonden. Ik wou bewandelen en ja, dat is waar ik heel erg blij om ben. Het heeft heel lang geduurd bij mij. Heel veel klinieken doorlopen. Ik heb heel hard gestreden. Ik vond het heel moeilijk om clean te worden. Uiteindelijk is het me nu gelukt. Voor vandaag dan, zeggen ze. Hè? Alleen voor vandaag. Ja. Ik ben bijna 4 jaar clean. Wauw. Gaat goed met me. Mooi. Mooi om te horen. Nou, dit was het. Bedankt allemaal voor het luisteren, voor het kijken. Wij vonden het leuk. Nee, we gaan beginnen, Reda. Goed om te horen. Reda, wanneer begon jij eigenlijk? Wanneer weet jij nog de allereerste keer dat je iets nam? Kijk, iedereen neemt wel eens wat. Tenminste, als je jong bent, om iets uit te proberen. Maar dat je dacht, hey, dit is toch wel mijn ding of zo. Was dat met drank, met drugs, met sigaretten? Nee, bij mij begon het met gokken. Okay. Eigenlijk met knikkeren. Je kon niet stoppen met knikken. Oh, serieus? Ja, ik was echt helemaal... En hoe oud was je toen? 6, 7 was. Kon ik niet stoppen met knikkeren. En hoe ziet dat eruit als je niet kan stoppen met knikkeren? Nou, gewoon geobsedeerd. De hele dag naar mijn knikkers kijken. En alleen met knikkeren bezig. Tellen. Laten zien aan iedereen. Naast mijn bed leggen. 's Nachts wakker worden, ernaar kijken. Gewoon echt totaal geobsedeerd. Ja. Wow. Ja, en dat heeft zich later, op latere leeftijd, heeft dat zich ontwikkeld tot gokken. En ja, dat was kennelijk. Ik ben boven de snackbar geboren, dus stiekem gokken. Tussen de scholen, in de pauzes gokken, na school gokken. Met gewoon al in de met gokautomaat, geld, ja? Met geld, ja. Ja. En hoe kwam je aan het geld dan? Nou, ik werkte na school en ja, ik deed af en toe wel stoute dingetjes. Ja. Om aan geld te komen. Dus en was heel jong bezig om geld te verdienen. Ja. Dat hosselen, dat zit er heel vroeg in. Ja. Maar wat is dat stoute dingetjes voor de luisteraars die denken nou... Stout, wat is dat? Wat is dat? Stelen? Is dat dealen? Is dat... Dingetjes doorverkopen. Oké, die niet van jou zijn, zeg maar. Zoiets. Ja. Ja, ja, gewoon op jonge leeftijd. Ja. Maar ik kom van goede huis. Ik ben niks tekort gekomen. Mijn moeder heeft echt mij alles en mijn broertje alles gegeven wat ik wou hebben. Maar ik was gewoon een beetje een boefie. Ja. Ik was heel jong begonnen met drinken. En, hoe oud was je? Ja, of 11 was. 11 beloofd. 11? Ja, serieus? En wat dronk je dan? Biertjes. Oké. Ja, happy hour. Oh, echt wel? Ja. Maar waar ging je dat doen dan? Gewoon in de Warmoestraat. Oh ja? Ja? Maar dan kom je gewoon binnen als 11-jarig jongen. Ja, ik zag er een beetje ouder uit. Oh, je denkt wat ouder. Ja. Ja. Oh ja, dat was nog een tijd dat je geen ID hoefde te laten zien. Ja, ik was echt jong. En op het schoolplein. Ja. Oké. Schoolplein. Ja. Dus zo begon het voor mij. Het begon eigenlijk met een drankje, met drankjes. Ja. En op mijn 13e, ja, toen ik een lijntje. En wat kan er nou gebeuren? Ja, je dacht, wat kan er nou gebeuren? Ik dacht van, is dit nou degene waar mensen zich zo druk om maken? Ja, en toen ging het heel erg hard. Weet je nog van wie dat lijntje kreeg? Of in welke, waar was je? Ja, ik weet het nog steeds. Ja? Ja, ik weet het nog. De jongen is inmiddels overleden. Oké. Helaas. Ook aan de gevolgen van drugsgebruik. Wauw. Ik was toen 13 jaar en ik dacht van, is dit het nou waar mensen zich druk om maken? En op een gegeven moment was het einde zoek. En was het een vriend van jou of gaf hij het jou? Ja, was het van mij. En hij behandelde er ook in? Of was het gewoon... ook. Ja. Zo begon het eigenlijk. Ik begon steeds meer te gebruiken en van het ene kwam het andere. Toen denk ik een jaar of 22 begon mijn carrière van klinieken. Oké, maar tussen die tijd van 13 jaar en 22 jaar, wanneer had jij het idee van hoe? Dit gaat steeds verder. En waarom ging je naar kliniek? Omdat er steeds meer was? Of ook andere drugs? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nou, mensen vonden dat ik een probleem had. Ik zat gewoon zwaar in een ontkenning. En ik dacht van, ik hoef niet naar de kliniek toe. Maar ik deed het gewoon puur om van het gezeik af te zijn, om het maar even zo te zeggen. En dat heeft niet gewerkt. Ik ben begonnen met zelfhulpgroepen. Nou, in de tussentijd... is de criminaliteit is verder gegaan. Kwam vast te zitten, dat soort zaken. En maar heel veel geld te verdienen. Mijn gokken, dat werd alleen maar erger. En ik was het ene gat aan het vullen met het andere. Als ik ernaar terugdenk, denk ik toch van het was een... ja, verslaving is... Ik zeg, weet je, ik heb het ook leuk gehad. Verslaving is een dodelijke ziekte met een leuke fase. Ik heb het ook leuk gehad, totdat het uiteindelijk gewoon... een levensbehoefte werd. Weet je, om te gebruiken, om gewoon puur maar niet te voelen. Ja. En, ja, dat was heel erg pijnlijk. Ja. Maar van, zeg maar, een drankje. Heb je gebloot? Ja, met blowen begon ik. Je bent met blowen begonnen? Ja, sigaretjes en toen blowen. En is het zo dat je dan steeds op zoek gaat naar iets sterkers? Of is het dat je er inrolt of uitprobeert? Hoe moet je dat voor je... Ja, ik probeer het eigenlijk duidelijk te maken aan mensen die... Ja, het begon gewoon onschuldig. Weet je, ik dacht, sigaretjes roken. Ik denk, ja, nou, sigaretjes. En toen had ik toch al gerookt. Toen dacht ik, nou, dan ga ik blowen. En toen dacht ik, nou, laat me dat weer eens even proberen. En dat ging van kwaad naar erger. Dus op een gegeven moment, weet je, ik wist niet dat ik een progressieve ziekte heb, hoe ze dat noemen. Weet je, ik wist niet dat het een ziekte was. Het werd alleen maar erger en erger. En soms zat er wel een pauze tussen. Weet je, en dan ging ik minder blowen en dan ging ik dan weer drinken. Maar er was wel altijd wel wat. Ja. Het een vulde het andere in. Weet je, het verschoof zich. Het verschoof, ja. Dus dat gokken, dat is er altijd geweest. En uiteindelijk was het gewoon, dan zat ik in de blokfluit. De blokfluit, wat is dat? Dan stop je het in een pijpje en dan rook je het. Oké, dan heb je het over het witte spul en dan gaat het heel erg hard. Is dat crack? Oké, en crack, dat noem je blokfluit? Ja, dat noem ik. Ja, de pijp. Of nee, ja, er zijn meerdere. Ja. Maar ja, voor, crack is natuurlijk is een beetje de afval van cocaïne, toch? Ik heb dat nooit gebruikt. Man. Crack, nee? Nee, nee. Oh. Het afval wordt er juist uitgekookt. Dus je houdt alleen het pure over. Oh, ja. Ik dacht dat het juist... Ik dacht dat je cocaïne had en dan... Nee, 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 juist niet. Dus je rookt het in zijn pure vorm. Oh, wow. En het is ontzettend verslavend. Ja. En het ging heel erg hard. Verslavender als dat je het snuift, bedoel je? Ja, voor mij wel. Ja. Het ging heel erg hard. Dus ja, en op een gegeven moment is het zo erg geworden dat ik gewoon niet meer normaal kon functioneren. Ja. Ik was alleen daarmee bezig. En ja, toen ik mijn dochter kreeg, weet je, ik had een relatie. En kreeg toen dacht ik van, nou stop ik ermee. Ik was zo in de greep van mijn verslaving dat ik gewoon niet meer kon stoppen. Dus toen begon ik gewoon kliniek in te gaan en uit. En hoe bekostig je dat? Want het kost natuurlijk geld. Hoeveel gebruikte je, zeg maar, per dag? Ik gebruikte wel veel. Ja. Er lag er ook aan, maar ik gebruikte echt heel veel. Ja, en een hoeveelheid, waar hebben we het over? Nou, af en toe 8 gram, af en toe 5 gram, soms 10 gram. Per dag? Ja. En wat soms ook weinig, lag er gewoon op een gegeven moment aan hoeveel geld ik had. Ja, want hoe kwam je aan het geld? Ik heb wel criminele dingen gedaan. Ja. Criminele dingen. Weinig gepakt, maar uiteindelijk ja, heb ik toch wel een forse straf gekregen en die heb ik ook uitgezeten. Ja. En wat mogen we weten, wat bijvoorbeeld waarvoor je bent gepakt? Want dat is, denk ik, verleden tijd toch? Je bent gestraft daarvoor. En... Ik ben gestraft, ja. Dat was export naar Amerika. Een? XTC naar Amerika. Oké, dan ging je dat zelf doen of hoe zie ik dat voor me? En de mensen die dat voor ons deden. En we deden oké, ja. Ja. Een bedrijf. Noem het hoe je het noemen wil. Ja. En dat ging een tijdje goed? Dat ging zeker goed, maar mijn verslaving werd ook steeds erger. Ja. Dus ja, dat was geen fijne tijd. Nee. En daarvoor ben je opgepakt en je hebt gezeten. Hoe lang in totaal? Of, een paar jaartjes. Oké. Okay. En in zo'n gevangenis. Want ik heb nog nooit in een gevangenis gezeten. Tenminste, ik heb het wel gezien. Ik heb erop getreden in een gevangenis. Dat weet ik. Ja. Alleen ik heb er nooit echt gezeten. Hoe moet ik me dat voorstellen? Was je nog verslaafd toen je de gevangenis in ging? Ja, weet je, ik heb vanaf mijn 11e gebruikt. Dus toen ik de gevangenis in zat, was ik 90. Toen kwam ik de gevangenis in en dat was de eerste keer dat ik eigenlijk clean werd in de gevangenis. En dat was in de gevangenis? Ja, ja. Omdat er... Ja, ja, ik wou gewoon clean worden. Okay. Weet je, en ik had beloofd aan mezelf van, nee, oké, ik ga niet meer gebruiken. Maar dat ging eventjes een paar maanden. Daarna kwamen al die gevoelens weer terug. En toen dacht ik van, oh wauw. Zo makkelijk is het niet om clean te worden. Nee. Toen ben ik weer gaan gebruiken in de gevangenis. Had je hulp in de gevangenis? Ik heb wel hulp gevraagd, maar het was voor mij niet genoeg. Dus ik ben eigenlijk gewoon doorgegaan in de gevangenis. Ja. Ja. En je hoort al die verhalen natuurlijk, maar is het makkelijk te verkrijgen in de gevangenis? Ja, als je het wel krijgt, dan kun je het krijgen in de gevangenis. Ja. Hey, en toen kom je de gevangenis uit, en toen? En toen dacht ik van, oké... Ik ga proberen mijn leven weer op orde te krijgen. Maar ik viel steeds terug. Relatie uit is gegaan toen ik de gevangenis in ging. Is toen uitgegaan. Uiteindelijk ben ik die vrouw weer tegengekomen. En in 2006 dochter gekregen. En toen dacht ik, ga ik clean worden. Ja, ik denk nu is het klaar. Nu is het klaar, maar ja, toen begon de ellende pas. Dus, als ik eraan terugdenk, word ik heel erg verdrietig. Ja. Want ik wou gewoon stoppen, maar ik kon gewoon niet stoppen. Heb je dan bijvoorbeeld je ex-vrouw, heeft hij dan gezegd van oké, nou is het klaar, nou moet je, wat bij mij... Ja, op een gegeven moment was het gewoon, was de koek op. Nou moet je, of hebben ze niet gezegd, nou moet je naar een kliniek toe? Het was gewoon over, ja, ze hebben me zo vaak naar de kliniek gebracht. En, want wanneer was je eerste keer dat je naar de kliniek ging? Ik denk dat ik een jaar of 21 was. Oké, en weet je nog waar dat was? Ik denk dat Jellinek was de eerste kliniek. Oké. Ja. Want je hebt er een paar gehad, toch? Ja, ik heb er wel veel gehad. Ja, ja. Hoeveel? Tussen de 30 en 40. Tussen de 30 en de 40 opnames, ik ben de tel kwijt. Wauw, ja. Binnen en buitenland? Ja, binnen en buitenland. Ja, Ja. Ik ben in Londen geweest. Ik ben in Zuid-Afrika 2 keer geweest. Ik ben in Schotland geweest. Ja. Ben hier heel vaak opgenomen geweest. Dus je hebt een hoop gezien ook. Ik heb een hoop gezien. Ja. Ik heb een hoop gezien. Ja. Maar weet je, kijk, ik voelde me echt een nietsnut, hè? Want niks lukt. Ik had vroeger een succesvolle zaak. Toen ik een jaar of 18 was met mijn moeder samen. Weet je, wat voor zaak? Met een restaurantje. Het begon als een lunchroom, toen een broodjeszaak. Toen hebben we een restaurantje van gemaakt. Daar was ik heel erg trots op. Ook dat verloor ik. Ja. Weet je? En vrienden om me heen verloor ik. Weet je, die overleden aan drugs. En ik bleef maar doorgaan. Ik dacht, ja, maar dat gebeurt mij niet. Dus weet je, in die tussentijd... weet je, ik was altijd met geld bezig, status, dat soort dingen. Hè? Echt de buitenkant, het ego. Maar daaronder zat gewoon heel veel angst en heel veel onzekerheid. Ik durf dat gelukkig nu toe te geven, me kwetsbaar op te stellen. Want ik wist gewoon niet hoe dat moest. Nee. De mensen waar ik mee omging, de jongens buiten op straat, ja, die lieten geen gevoelens zien. Er werd niet over gevoelens gepraat. Dus ik heb dat nooit echt ook geleerd, om het maar zo te zeggen. Ja, daar kwam ik mezelf later echt in tegen. Ik voelde me echt gewoon heel erg zwak, want ik kon gewoon niet mijn leven opbouwen. Weet je. Ik had baantjes, die verloor ik door het gebruik. Ik had vriendinnetjes, die verloor ik door het gebruik. En uiteindelijk verloor ik mezelf door het gebruik. Dus ik kwam elke keer kliniek in. En dacht ik van oké, dan was ik weer even clean. En dan dacht ik nou oké, nu ben ik clean, dan kom ik naar buiten toe. En dan was ik gewoon niet bereid om eerlijk te worden. Ja. Om eerlijk te worden over mijn gevoelens. De misstappen die ik heb gemaakt. Ik durfde niet naar mezelf te kijken. Ik durfde mijn fouten niet toe te geven. Wat ik helemaal niet kon, is mezelf vergeven. Ik vond gewoon dat ik een verliezer ben. Ja. Een verliezer was. Hey, en want je hebt het over de blokfluit wat je nam. Is dat altijd de drugs die jou terugtrok naar je gebruik? Uiteindelijk wel. Uiteindelijk, het begon altijd met gokken. Hè? Dan was ik clean. Oh, gokken was ik clean en dan dacht ik, ja, maar ik gebruik niks meer. Weet je, en ik dacht dat ik met gokken wel weg kon komen. Maar ik ben een gokker die niet tegen zijn verlies kan. Ja. Dus dat gevoel van weer verloren te hebben, dat moest ik uiteindelijk weer verdoven. En dan begon ik gewoon weer te gebruiken. Waar gokte je dan, als ik vragen mag? Gewoon Holland Casino, dat soort dingen? Nee, het begon echt op gokkasten. Ja. Dat is op een gegeven moment naar casino's gegaan, illegale casino's. En toen begon ik echt immense bedragen weg te gokken. Zo. Echt immense bedragen. En dan hebben we het over? Oh, ja, weet je het. Veel, wat ik zou zeggen. Maar is dat... Ik heb wel eens gehad dat ik een paar ton per dag verloor. Een paar ton per dag. Over de guldens uit. Dat is om gek van te worden. En dat raakte je kwijt en dan... Ja, en dan moest ik mezelf volstoppen met die rotzooi om het te verdoven. Ja. En dan beloofde ik mezelf dat ik het niet meer ging doen. Maar dat deed je toch. Het is niet natuurlijk elke dag een paar ton geweest. Maar nee, natuurlijk. Het is wel eens voorgekomen dat ik een paar ton op een dag verloor. Ja. Maar was er ook wel een tijd dat je won en je dacht... Oké, ik heb mijn geld terug of ik sta kiet. Nu is het klaar, dit is een teken... Ja, is een teken dat ik nu nog meer ga winnen. Oh, dat dacht jij altijd. Want ik kon mezelf heel goed in de maling nemen. Hè? Ja, tuurlijk. Ik verkoop grasmaaiers aan mensen die een balkon hebben. Maar wat ik mezelf niet verkoop is niet normaal. Okay. Ja, de bullshit die ik mezelf kan verkopen, dat is echt, was echt gruwelijk. Want dat had ik wel eens. Ik denk, hey, dit is een teken, man. Ik heb de helft van mijn geld terug. Als ik nu stop, heb ik maar de helft kwijtgeraakt. Maar dan heb ik de andere helft nog. Stop dan, En dan stopte je. Ja, voor vandaag en morgen ging ik weer verder. Ja, dat was het weg. Dat bedoel ik, ja. En dan kon je voor je kop slaan gewoon. Ja. Spijt. Maar goed, dat is altijd achteraf. Ja. Hey, en kijk, ik herken je verhaal. Niet in alles, maar wel in heel veel ook. Dat je zegt, oké, nu wil ik stoppen. Ik had ook, ik denk, als nu komt mijn kind. Ik denk, nou is het klaar. Ik heb een kind, nou moet ik ervoor zorgen. Ja, nu ga ik stoppen. Maar nee hoor, het gebeurde ook niet. Ja, ik ging het stiekem doen, zodat ze het niet wisten, snap je? Ja, stiekem, heel lang geheim houden, weet je wel. Dat was ook zo'n ding. Dat als ik betrapt was, dan dacht ik, oké, weet je, dan ga ik moet ik nog voorzichtiger zijn. Ja. Had jij dat ook, dat je... Ja, als ik dingen stiekem ga doen, dan geef ik mijn verslaving heel veel kracht. Ja. Ja, maar ik heb... Kijk, als ik nu terugkijk naar Najib, weet je, alle dingen die ik heb gedaan, weet je, die heb ik gewoon gedaan omdat ik gewoon zo onwetend was. Ik deed maar wat. Ja, ik deed maar wat. Ik had niet echt een gebruiksaanwijzing. Elke keer kwam ik van een koude kermis thuis. Ja. Elke keer maar met het ego. Stoer doen. Maar eigenlijk wist ik helemaal niet hoe ik moest leven. Want ik wist het helemaal niet. Laat staan is een kind op de wereld zetten. En je kan zelf niet, zelf nog ineens hoe je moet leven. Dus elke keer verloor ik. En vandaag de dag weet ik gewoon wat een winnaar is. Weet je? Een winnaar is een verliezer die het nooit heeft opgegeven. Want je komt uit de kliniek, hè? Hoe lang blijf je dan clean? Hoe lang? De ene keer een paar maanden. De andere keer weer een paar weken. Soms een paar dagen. Het was heel verschillend. Kijk, als je in zoveel klinieken bent geweest. Pas de laatste 4 jaar is het me gelukt om clean te worden. Ja. Het is gewoon echt een einde oefening voor mij. Maar als je kliniek ingaat en je hoort al die dingen. Denk je dan, ja, dit klopt? Of heb je zoiets van, ja, ik zit hier wel, maar ik heb hier eigenlijk helemaal niks aan gehad? Ja, bij sommige dingen dacht ik van, ja, dit klopt wel. Dit heb ik ook. Maar ik dacht ook altijd, ik keek altijd naar de verschillen. Niet naar de overeenkomsten. En de overeenkomsten waren er. Maar als je op de verschillen gaat letten, ga je ze ook vinden. Ja. En... ja, maar op een gegeven moment werd de pijn... Kijk, het moment dat ik zeg van ik weet het allemaal wel, dan moet ik gaan oppassen. Ja. Op het moment dat ik ga zeggen dat ik het allemaal weet, dan moet ik gaan oppassen. Ja. En dat was elke keer zo. Dacht ik, ja, ik weet wel hoe het allemaal werkt. Dan kwam ik en dan ging ik het weer op mijn manier doen. Dan ging het gewoon hartstikke fout. Ja. Hey, je vertelde ook over je kreeg een dochter en toen dacht je van oké, nu stop ik. Maar dat lukte je niet. En je ex-vrouw zegt, oké, nou wil ik niks met je te maken hebben. En hoe oud was je in die periode? Je was... Is nu 14, 15. 15. Oh. Ja. En in welke fase van je leven zat je toen met gebruik en alles? Ja, weet je, toen zat ik er echt diep in. Ja. Het is bijna alleen maar gebruiken. En eigenlijk is het de laatste 20 jaar is het zo geweest. Ja. Als ik de kliniek uitkwam, ging het een paar weken of een paar maanden goed. En dan begon ik gewoon weer met gebruiken. Maar was er niet een moment waar je ergens tegenaan had? Weet ik veel, dat je doodziek was of dat je weet ik veel, de dood in de ogen aankeek om maar een teken te krijgen om te stoppen? Is dat heb je me ook verteld, toch? Dat ook vaak is gebeurd of een paar keer? Ja, ik heb wel een paar keer gehad dat ik dacht van nee, dit gaat echt fout. Maar nooit echt zo van ik ga nu dood. Maar je bent wel in het ziekenhuis beland, toch? Ja, 9 keer op de intensive care. 9 keer op de intensive care? Ja. Okay, dat zou nu niet kunnen, hè? Nu. De IC-bedden hebben we niet. Nee, maar toen in die tijd. Nee. 9 keer. En wat had je dan bijvoorbeeld? Dan was ik gewoon weer oud gegaan. De GHB. En dan werd ik weer ergens gevonden. En ik ben een keer zelfs uit het raam getakeld. Midden in de Albert Cuypstraat op een maandagochtend. Hebben ze mijn ramen eruit geslagen. Omdat ze me niet meer wakker kregen. Wow. En dan durfden ze me niet meer zo naar beneden langs de trap, omdat de trap gewoon te steil was. Dus moest het hele huis eruit met een paar brandweerwagens, hebben ze me eruit moeten takelen. Jezus. Ja. En dan word je wakker in zo'n ziekenhuis. Weet je dan nog wat er is gebeurd? Ja, je weet helemaal niks meer. Ik wist helemaal niks meer. Het was gewoon heel erg pijnlijk. Naast mijn bed. Vreselijk. Ja. En een normaal mens zou denken van dat doe ik nooit meer. Nee. Een half uur later zat ik weer aan. Zat je gewoon een half uur daarna? Maar waar is die angst dan gebleven van, hé, luister, ik heb net in een ziekenhuis gelegen, ik was bijna dood. Dat noemen ze machteloosheid. Ik had helemaal niks meer te zeggen. Dus ik was alleen maar zelf aan het verdoven. Dat 9 keer. Ja. Wauw, man. Maar gelukkig is het vandaag anders. Absoluut, absoluut. En daarom kunnen we dit verhaal ook vertellen. En, maar ik vind het toch heel bijzonder dat... Want kijk, ik ben dan 2 klinieken en 3 dingen. Dat zijn er 5. Ik bedoel, dat is niet vergelijken met jouw hoeveelheid. Maar op een gegeven moment dacht ik van oké, nu is het klaar. En ik ben inmiddels ook 3 jaar en 4 maanden verder. Maar ik heb zeg maar niet... we zeggen vaak, je raakt die bodem, je raakt die put. En ik heb bijvoorbeeld nooit in een ziekenhuis gelegen. Ik denk dat dat voor mij een enorme schok zou zijn. Ik heb wel eens dat ik hartklopping heb gehad... Dat ik zo'n apparaat ging kopen, zo'n drukmeter. Ja. Om dat maar te gaan gebruiken. Tijdens het gebruik. Ja, tijdens het gebruik. Het kijken we, ja. Maar ook googelen. Als ik 3 dagen niet had geslapen, ging ik googelen. Wat gebeurt er als je 3 dagen niet slaapt? Ging kijken of ik die symptomen heb. En een keer 4 dagen. Wat gebeurt er als je 4 dagen niet slaapt? Ah, die heb ik niet, dus ik kan op een dagje door. Oké. Maar dat was dus echt voor mij een soort van graadmeter dat ik het aan het afwegen was, weet je wel? Terwijl jij gewoon net zo lang doorgaat tot je nokkie gaat, in een ziekenhuis terechtkomt en dan een half uur later toch gewoon weer hetzelfde doet. Ja, dat is dus wat verslaving is, hè? Als je echt in de greep zit van verslaving, heb je helemaal niks meer te vertellen. Nee. Want wat was jouw bodem? Want ze zeggen, de bodem heb je geraakt. Welke bodem was dat voor jou? Ja, ik denk niet dat ik een bodem heb. Ik denk dat in elke bodem nog een luik zit. Oh ja? Ja, natuurlijk. En ik zat zo diep dat ik moest springen om de bodem te raken. Oh ja? Ja. Wauw. Ja. Ik denk dat elke bodem... Ik denk dat voor mij gewoon het bodem is gewoon het graf. Ik moest stoppen met scheppen. Ik moest die scheppen uit mijn hand gooien. En dat heb ik uiteindelijk gedaan 4 jaar geleden. Ja. Want je vertelde me ook een hoop mensen gezien die het niet hebben gehaald. Ja. En dat zijn er nogal een paar, hè? Ja, zeker weten. In die afgelopen tijd. En is dat allemaal drugs gerelateerd? Of? Bij mij wel. Of in de criminaliteit. Ik ben gewoon heel veel mensen verloren. Ja. Ik heb heel veel mensen om me heen zien grotten. Ja. Aan die rotzooi. Ik heb mensen doodgeschoten zien worden. Ze doodgeschoten zijn. Dat soort zaken. Dus ja. Ik heb bij heel veel vrienden van vroeger ben ik kwijtgeraakt. Ja. Ja, zeker weten. Want ik merk dat dat ook heel erg moeilijk was. Hè? Als je dat soort dingen meemaakt. Dat doet wel wat met je. Veel vrienden die er niet meer zijn. Die drugs of de criminaliteit. Of lang vastzitten en dat soort dingen. Maar het doet wel wat met je. Maar blijkbaar niet zoveel dat je al in die tijd dacht van oké, nou stop ik ermee. Ja, ik dacht toch dat ik anders was dan anderen. Hoe raar dat ook klinkt. Ja. Ik dacht, ja, weet je, het zal wel allemaal. Ja, dat gaat mij niet gebeuren. Terwijl het me eigenlijk ook aan het gebeuren was. Maar de ontkenning was gewoon heel erg groot. Ja. Dus, ja. Hey, je had het over in de tijd dat je de kliniek uitkwam en dan duurde het eventjes. Want de laatste keer dat jij de kliniek inging, dat is nu 5 jaar geleden, 4 jaar geleden? 4 jaar geleden. Wat was daar anders aan? Want je bent nog steeds clean. Wat ik ook bij Jellinek vertelde, dat ik woog 63 kilo, ik was bloed aan het overgeven en het was gewoon afgelopen. De dokter zei tegen mij van, geef je nog een paar weken en dan is het gewoon afgelopen. De lichaamsfuncties waren aan het uitvallen. Dat was de eerste keer dat ik dacht, nou ben ik echt aan het dood. Oké. En toen je eruit kwam, vanuit het ziekenhuis, is dat gelijk naar de kliniek of hoe is dat gegaan? Nee, het was geen ziekenhuis. Oh. De dokter zei dat, een huisdokter zei dat. Ik ben een detox ingegaan, een paar dagen later. Ja. En toen, daar heb ik 5 weken gezeten, hebben ze me afgebouwd. Maar uiteindelijk ben ik wel geëindigd met een ultieme arm. Oké. Zeggen, maar daar is mijn verslaving wel geëindigd. Ja. Dat was heel erg pittig. Dan hebben we het over heroïne. Ja. Ja. Wauw. Dus die afkick was ook heel erg heftig. Ik ben toen naar Zuid-Afrika gegaan. Mijn relatie toen, die ik toen had, die was toen een beetje aan het doodbloeden. Want ik ben daarvoor 2 jaar clean geweest. Je was 1 keer 2 jaar clean? Ja, dus, 23 maanden was ik clean. Zo. Ja, en ik had een leuke relatie. Ja. En, ik had een leuke relatie en toen begon ik weer te gokken. En uiteindelijk ben ik teruggevallen. Zij geprobeerd mij 2 jaar lang kliniek in, kliniek uit weer. Weet je, 14 opnames, dat gaat in 2 jaar tijd. Zo. Zat echt in een staat van ontbinding. En toen is zij teruggevallen. Want zij gebruikte ook? Ja, ze doet alcohol. Ja. Maar zij was zeg maar clean met jou? Ja, samen clean met mij. Maar jij ging gebruiken? Ja, werd verhaal te heftig met mij. En dat deed haar te veel zoveel dat ze zelf op een gegeven moment weer na 4 jaar de fles op heeft opgepakt. En ik ben hulp gaan zoeken in Zuid-Afrika. En ik ben teruggekomen. En de kerstdag hoorde ik dat zij helaas was overleden. Verslaving, dat is wat ik heb meegekregen. Dat heeft heel veel met me gedaan. Ik dacht ook van, ik ga dit niet clean maken. Ik heb het wel gedaan, ik heb nog eens een sigaret gerookt. Als ze dat zou willen, dat was super pijnlijk. Dat was super pijnlijk, ja. En nu alweer is de kerstdag, dus dat is over een paar weken. Ja. En sindsdien ben je gestopt? Sinds ik uit Zuid-Afrika ben gekomen ben ik gestopt. Ik ben Mijn dochter zei ook tegen me voordat ik ging. Ze zei, papa, ik hoef jou niet meer te zien. Voorlopig, je doet me alleen nog maar pijn. En dat was ook gewoon zo. Ik begon er echt last van te krijgen. Ik kwam terug en ik was echt alles kwijt. Echt alles kwijt. Het enige wat ik een beetje terug had was mezelf. Ik heb heel hard aan mezelf gewerkt in Zuid-Afrika. Mijn huis was leeg. Er was één bende. Ik heb er pijn op van gemaakt. Ja, het was heel erg leeg. Het was heel erg leeg. Er zat alleen maar pijn, verdriet. En ik dacht bij mezelf van, weet je, ik ga iedereen met rust laten. Ik ben naar de zelfhulpgroepen gegaan, naar de meetings. Ik ben aan mezelf gaan werken. Ik ben vrijwilligersbaantje gaan nemen bij een detox waar ik zelf 14 keer opgenomen ben geweest. Oké. Okay. Nu kwam je als werknemer. Ja, nou, gewoon als vrijwilliger. Ik denk van, ik moet wat gaan doen. Ik moet wat daginvulling hebben. Ja. En ik ben daar, in die detox ben ik mensen gaan helpen. Weet je, en ik kreeg op een gegeven moment sleutels. Pieper. En ik dacht, wow, weet je, deze mensen moesten eens weten. Weet je? En ik werkte dus een paar keer per week was ik daar. En dacht ik van, hey, dit is wel heel leuk om anderen. Ik wist hoe die mensen zich voelden. Ja. En dat heb ik een jaar gedaan. Ik ben heel erg dankbaar dat ik dat heb mogen doen. Want toen zag ik, kreeg een beetje een richting van welke kant ik op wou. Ondertussen begon mijn dochter weer mijn leven binnen te druppelen. Ik had weer contact met mijn moeder. Kreeg kansen. Ging een opleiding doen. Om ik in de kliniek te werken. Ja, zo is dat zichzelf gaan ontvouwen. En ondertussen begonnen er gewoon hele mooie dingen te gebeuren. Ik haalde die opleiding. Uiteindelijk ben ik jou tegengekomen. Ja, ik zit gewoon weer ademloos naar je te luisteren, man. Ja, zo is het wel gegaan, Reda. Ja, en dan zitten we dan, Hero. Ja, ik denk dat jij als geen ander weet hoe het is om, om alles kwijt te zijn geraakt. Om geen contact meer te hebben met je familie, hè, met je dochter. Dat je denkt van, ja, dit is het, man. Dit is het. En dat je ex-vriendin dan overlijdt. Dat voor jou een ding was van, weet je, ja, ik kan hier op gaan gebruiken. Of ik kan... ja, zoals jij hebt gedaan, aan jezelf gaan werken. Ja. Jij koos voor de tweede, om aan jezelf te gaan werken. En dat maakt dat jij nu bijna 4 jaar nu hier in herstel clean tegenover mij zit. Ja, ik merk dat ik het toch wel moeilijk vind om erover te praten. Het blijft iets met me doen, zeker weten. Ik merk dat ik ook heel moeilijk uit mijn woorden kom. Dat is niet erg. Het is natuurlijk niet niks geweest. Hè? Nee. Ik ben gewoon heel vroeg begonnen en ik had een beeld van mezelf wat totaal niet klopte. Ja. En op een gegeven moment moest ik dat gaan loslaten. Dus dat is onvoorstelbaar ingewikkeld. Ja. Want alles wat ik dacht van mezelf, dat klopte niet. Het is gewoon een jongen die eigenlijk geliefd wou worden. Ja. Dat was het. Vesting zocht bij de verkeerde mensen, meedeed met dingen. Uiteindelijk toch in milieus terechtgekomen waar ik eigenlijk ook helemaal niet hoor. Nee. Ja, ik heb het wel gedaan. Ja. Ja, en ik heb ook gelachen. Het is ook leuk geweest, maar uiteindelijk was het diepe ellende geweest. Want ik heb gewoon mijn moeder heel veel pijn gedaan. Ja. Ik ben heel veel jaren verloren met mijn dochter. Ik heb heel veel kansen gemist. En uiteindelijk, als ik nu terugkijk, had het allemaal zo moeten zijn. Ja, precies. Weet je, het had allemaal zo moeten zijn. Maar dat neemt niet weg dat het heel erg moeilijk was, ook voor de mensen om me heen. Ja. Ik zou het heel egoïstisch vinden, omdat het nu goed met me gaat. En dat er hele mooie dingen op mijn pad komen om te zeggen van, het is het allemaal waard geweest. Nee, ik denk niet dat als je moeder zoveel pijn aandoet. En slapeloze nachten. En een vrouw die echt haar leven heeft opgeofferd voor mij en mijn broertje. Ja. Weet je, gewoon niet meer weet wat links van rechts is. Dat maakt mij nog steeds heel erg verdrietig. Daarom ben ik ook heel erg blij dat ze trots op me is. Ja. Ik mag er voor de zijn. Ik ben er op dagelijkse basis ben ik er gewoon voor mijn moeder. Ik heb een leuke band met mijn dochter. Ja. Die is inmiddels 15. Goede band. De mensen om me heen. Ik ben een leuk bedrijf begonnen met jou. Ja. Ik mag andere mensen helpen. En dat is het ook. Hè? Met mijn leven wil ik iets doen. Ik wil iets moois achterlaten, ook voor mijn kinderen. Dat het niet allemaal voor niks is geweest. Ja. Kijk, er is natuurlijk veel meer gebeurd. En ieder heeft zo zijn verhaal. En weet je, ik kan hier war stories gaan vertellen. Maar dat wat ik net allemaal vertelde, dat zijn wel de dingen die mij gevormd hebben. Ja. Is dat ook, kijk, ik heb ook het gemis van mijn vader. Ik was dan 19 dat ik mijn vader verloor. En pas de laatste 2 jaar van zijn leven kreeg ik echt iets meer contact met hem dan daarvoor. Want jij ben je opgegroeid met of zonder vader? Nee, mijn vader is overleden toen ik 2 jaar was. Ah, oké, dus je hebt het helemaal niet meegekregen. Dus. Een auto-ongeluk. Die stapte achter een bus vandaan en die werd geschept. Je moeder was nog in verwachting van mijn broertje. Oké. Dus dat was heel veel verdriet. Ja. Maar dat hoor je ook vaak, hè, dat mensen zeggen, ja, maar dat komt door mijn jeugd. En ik had geen vader of ik had geen moeder. Ja. Of, weet je, dat de oorzaak is van gebruik. Maar hoe zie jij dat? Nou, ik dacht wel dat een deel van mijn jeugd daarmee te maken had. En dat het te maken heeft met de mensen met wie ik omging. Maar het is niet de oorzaak. Ik denk dat de oorzaak gewoon te maken heeft met een genetisch component. Als het om verslaving gaat. Jij heeft mijn jeugd ermee geholpen. Jazeker. Ja. Ja, want ik zocht ook de grens op met dat soort dingen. Ja. Maar is het de oorzaak? Nee. Mijn moeder echt wel de beste heeft gedaan om mij en mijn broertje goed groot te brengen. Ja, ja. Ik heb altijd alles gekregen van mijn moeder wat ik wou. Ja. Maar toch maakte ik keuzes die bepaalde consequenties hadden. En waar ik op een gegeven moment zo diep in zat dat ik er zelf niet meer uit kon komen. Ja. En dat is me uiteindelijk wel gelukt. Ja, weet je, dat hosselen en alles, daar was ik hartstikke goed in. Maar ik zat in de hoek waar de klappen vielen. Ja, en nou heb ik gedacht van, ik kan 2 dingen doen. Of ik ga hier door en dan eindig ik als de meeste van mijn kennissen. Ik ga nu radicaal mijn leven omgooien. Ja. En ik had al zoveel tijd en energie gestopt om clean te worden. Ik ging al 24 jaar ga ik naar zelfhulpgroepen. Ja. Het lukte de eerste 20 jaar niet, maar ik heb er wel heel veel tijd en energie in gestopt. Heb ik alles gedaan om clean te worden? Nee, zeker niet. Ik denk dat ik dat pas de laatste 4 jaar ben gaan doen. Echt gewoon alles. Het herstel is, dat is ook net als een appeltaart. Je hoeft maar 1 ingrediënt weg te laten en het is niet meer te eten. Ja. En ik hou wel van appeltaart. Ja. Voor die mensen die niet weten wat die dingen zijn. Om al die dingen te doen, dat is... Dus. Ten eerste moest ik me kwetsbaar opstellen. Zeggen van jongens, ik weet het. Nee. Ja, ik ben toen met die 12 stappen aan de gang gegaan. Ik ben zelfhulpgroepen gegaan. Ik ga bidden. Ik ben stappen gaan schrijven. Ik ben gaan kijken wat ik voor iemand anders kan betekenen. Ik ben literatuur gaan lezen. Ik ben spirituele boeken gaan lezen. En zodoende zag ik gewoon dat de dagelijkse basis klinkt. Ja. Voor de mensen die de 12 stappen niet kennen, kun je dat even in het kort uitleggen in Jip en Janneke taal? Jip en Janneke taal, het is gewoon eigenlijk een gebruiksaanwijzing hoe je met het leven moet omgaan en met jezelf, zodat je op een gegeven moment ook met anderen door een deur heen kan. Ja, en er zijn 12 stappen. Het is een spiritueel programma, het is een programma van verbinding. Ja, ik had nooit verbinding met andere mensen. Het leek wel alsof ik me helemaal niet verbonden. Ik voelde me ook niet verbonden met mezelf en helemaal niet met het geheel. Door die 12 stappen voel ik wel verbinding met mensen en met mezelf. Ja. En met mijn naasten. Ja. En de zelfhulpgroepen die zijn bekend onder de namen NA, de CA, je hebt een GA. Je hebt er heel veel voor alle. Heel veel, ja. Ja. En die kun je gewoon opzoeken. Hè? Dat is gewoon op internet. Ja. En dat is wereldwijd, toch? Dat is wereldwijd, ja. 12 kun je er ook even wat over vertellen? 12-stappenprogramma's zijn wereldwijd, ja. Ja. Je kan dus overal ter wereld kan je gewoon een meeting opzoeken. Maakt niet uit wat voor fellowship. Dat noemen ze fellowship. Fellowships, ja. En dan kan je gewoon googlen en dan kan je gewoon een meeting. Dan kun je naar binnen. Ja. Hoef je niet inschrijven. Het is allemaal vrijblijvend. Ja, je gaat gewoon zitten. Ja. Een mooie stad, hè? Dat is toch wel even heel mooi grootste... dat ik dat wel in mijn leven heb, hoor. Ik heb er echt een hart-liefde relatie mee, omdat ik gewoon niet clean kon blijven. Maar toen ik al die dingen ging doen die ze me daar suggereerden, heb ik een fantastisch leven nu. Echt een heel mooi leven. Ja. 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 Als je iets over mocht doen in je leven, wat zou je dan overdoen? Dat is een beetje een gekke vraag. Wat ik zou doen, Ja, dat je denkt van, oké, dat had ik niet gedaan. Of ik was... Ik had bijvoorbeeld... Kijk, ik wist van mijn omgeving dat drank, hash, in mijn geval van de familie, is niet goed. Ga je tanden van uitvallen, je gaat niet meer willen werken, je wordt lui. Weet je, daar moet je van afblijven. Maar toch spannend. Toch dat jointje en... Ah, nee, maar ik er niet. Dan had ik denk ik niet gezeten aan die... middelen, denk ik. Ja, weet je wat ik vond? Vies, hè? Als ik het over kon doen, ja, dan had ik die rotzooi niet aangeraakt. Zeker niet. Want ik vond bijvoorbeeld alcohol vond ik ook smerig. Ja, maar ik heb het nooit lekker gevonden. Jij wel? Maar het effect, ik vond het nooit lekker, maar het effect wel. Ja, dat. Ja, ik dronk ook niet omdat ik het lekker vond. Nee. Milkshake aardbei, dat vind ik ook. Ja, dat vond ik ook lekker, ja. Maar ik vond alcohol man. Een beat, gadverdamme. Ja, bitter, eeuw. Ja. Ja. Maar vodka ook, heel snel. Daarom kan nooit van genieten. Zoals je van een milkshake. Ik snel naar binnen toe. Ja. En dan 4-5. En dan was het... shit, ouwe. I love you, man. I love you, man. I love you, man. Nou, dat dus. Oké, ja. Was je een alleen gebruiker of gebruikte je met vrienden? Ik gebruikte dat vroeger met iedereen. Oké, ja, ik was alleen. Ik was gewoon echt eenzaam. Ja, nee, ik vroeg altijd feesten. Oh, dat was een feest altijd. Zeker weten, man. En in welke tijden was dat dan? Waar moet ik aan denken? Een tijd van de Macanti. Ja. Escape. Dino's. Dus was vroeger gekke boel. Het ging 2 keer per week uit. 1 keer 3 dagen, 1 keer 4 dagen. Oh, serieus? Ja, zeker weten. Het was gewoon go. Gewoon gaan. Ja, toen was het nog leuk. Ja. Ik heb het ook heel erg leuk gehad. Zeker weten. Ja. Ja. Weet je, en ik ga niet zeggen, ik ga niet de moraalridder hier uithangen. Dat zegt dat drugs, dat iedereen ermee moet stoppen. Dat moet ze allemaal zelf weten. Maar ik ben wel tegen het misbruik ervan. Ja, ja. Iedereen, ik zeg altijd, weet je, je moet doen wat voor jou werkt. En het heeft voor mij een hele tijd gewerkt. Maar het heeft uiteindelijk bij mij alles kapot gemaakt. Ja. Dus weet je, je kan voor jezelf wel invullen of het goed is of niet. Reda, we zijn nu voor jou bijna 4 jaar verder. Dat je in herstel zit. Ja. Voor mij 3 jaar en 4 maanden, 5 maanden alweer, denk ik. Het gaat gewoon heel snel. Wat nu? Je weegt iets meer dan toen. 35 kilo zwaarder. Je bent 35 kilo zwaarder. Dan bijna 4 jaar geleden. Je hebt een baan. Ja, ik heb een baan. Hey, mijn eigen kliniek. Samen met jou. Je helpt mensen. Ik help mensen. Wat zou je nog achter willen laten? Behalve natuurlijk de dingen waar je gezondheid en blablabla. Maar wat zou je nog... Dat mensen ik zou een hele mooie legacy achter willen laten voor mijn kinderen. Dat ze zeggen van, hey, luister, kijk hoe diep die jongen is gegaan. Ja. Uiteindelijk, kijk eens wat voor moois die voor anderen heeft achtergelaten. Dat we dat samen mogen doen. Nogmaals, dat we ervoor kunnen zorgen dat ouders weer hun kinderen terugkrijgen. Kinderen weer hun ouders terugkrijgen. Dat moeders weer rustig kunnen slapen. Dat dierbaren weer hun dierbaren in hun handen mogen sluiten. Omdat ze weer clean zijn. Als we daarvan een steentje mogen bijdragen, dan zou ik heel erg gelukkig van worden. Dat gebeurt nou al. Ja. En denk je niet dat er nu meer is dan vroeger? Ja, ik wil niet als een oude man klinken, maar ik heb het idee dat er nu veel meer is dan vroeger. Of is dat omdat we dat van alle kanten te zien? Kijk, in mijn tijd was er hash, sigaretten, coke, heroïne. En dan had je het wel gehad. Heel ver weg opium. Maar dat was het. Maar nu, met al die nieuwe synthetische... ballonnen, weet je, pillen. Ja, ze worden steeds jonger ook. Ja. Er is veel meer drugs bij. Synthetische drugs en alles. Ja. Dus je ziet wat er nou aan het gebeuren is met die ballonnen. Het zijn gewoon kinderen. Dus je ziet die patronen op schoolpleinen liggen. Het is gewoon heel heftig. Maar ja, weet je, ik was ook 11 toen ik begon. Ja. Dus ik vind het heel moeilijk... Ja. Maar ik heb wel het gevoel dat er veel meer is. En als je zeg maar soorten drugs. Als je eraan verslaafd raakt, hè, zoals wij denken dat het een ziekte is, kun je alles op een manier behandelen? Of is het ook dat je soms denkt van, dit gaat niet meer? Dat je niet iedereen kunt helpen, want je wil iedereen helpen. Maar kun je iedereen helpen? Probeer in ieder geval iedereen te helpen. Ja. Heel veel mensen hebben ook gezegd tegen mij van, weet je, mensen hebben me uitgespuugd, hebben over me gepraat, hebben gezegd, die jongen, dat wordt nooit meer wat met hem. Die moet je gewoon lekker aan de kant zetten. Die jongen, dat is een gebed zonder end. Ja. Maar ik bleef het wel gewoon steeds proberen. En gelukkig waren er altijd mensen die wel in me geloofden. Ja. Nogmaals, ik denk dat een winnaar een verliezer is die het nooit heeft opgegeven. Juist. Weet je, ik had het nooit opgegeven. Ik ben een keer opgenomen geweest. Ja. En, ik bleef het maar gewoon steeds proberen. Dus ik zal nooit op iemand... ik zal nooit iemand opgeven. Maar ik weet wel dat niet iedereen kan helpen. Maar ik zal het altijd proberen. Ja. Dat is een hele mooie. Dat is een hele mooie. Dus voor iedereen die kijkt en hulp nodig hebt, Google. Is genoeg hulp. Durf hulp te vragen. Dat zou ik zeggen, want dat is stap 1, weet je wel. En je denk ik hulp durft te vragen. Als je vraagt, dan word je geholpen. Laat ik het zo zeggen. Zeker weten. Ja, toch? Zeker weten. Reda, ontzettend bedankt. Dankjewel. Ik denk dat we de volgende keer gewoon een gasten erbij moeten halen. Ik denk het ook, ja. He? Ik denk het ook. We kunnen wel een beetje met elkaar praten. En ja, ik heb jou een beetje uitgehoord nu. Ja. Misschien moet jij mij de volgende keer uithoren. Maar ja, goed, mensen kennen het. Als je googelt naar Jeep, dan krijg je allemaal mijn verhalen. Want ik vond het interessant om jou even aan de kijker en aan de luisteraar natuurlijk voor te stellen. Bij deze aflevering van Wat kan er nou gebeuren? Wat kan nou gebeuren? En ja, dus als luisteraars en kijkers denken van nou, die zouden jullie moeten vragen. Ja, dan zouden we het leuk vinden om suggesties te krijgen van wie zouden jullie zeg maar in de podcast willen zien en horen. Dat lijkt me leuk als we dat gewoon nu even oproepen hier. Toch? Ja, dat mensen zeker, dingen opsturen. Ja. Geef namen, maar het kunnen ook mensen zijn die met het onderwerp te maken hebben. Bijvoorbeeld dat je wil weten hoe een ex-dealer over zijn vak praat, laat ik het maar zo zeggen. Of een dealer, of iemand die gesmokkeld heeft, of iemand die vast heeft gezeten. Alles wat maar gerelateerd is aan drugszaken en natuurlijk aan herstel. En mensen die helpen en in de hulpverlening, of agenten, arrestatieteams, weet ik veel. Alles wat jullie interessant lijkt om te horen in deze podcast. Wat kan er nou gebeuren die ons kunnen motiveren, die ons kunnen inspireren en iets kunnen leren. Weet je wel, daar gaat het om. Ja, informeren. En we oordelen niemand. We laten iedereen in zijn waarde. En ja, dan hoop ik dat we volgende week een gast hebben. Eindelijk. Ja, eindelijk. Ja, dat hoeven we niet. Wij zien elkaar natuurlijk al heel vaak. Maar goed, voor de kijker en de luisteraar is het natuurlijk hartstikke leuk. Ja, dus volgende week hoop ik hier een gast te hebben. We weten nog niet wie. Maar we gaan hem vinden. Precies. Ik bedoel, okay, wat kan er nou gebeuren? Wat kan er nou gebeuren?